Welkom, u bent hier bij Meerbeek Caravans & Campers in Doetinchem. Mijn naam is Gert-Jan Meerbeek. Meerbeek heeft het leukste caravanbedrijf van Nederland. En dat komt omdat wij de beste merken aanbieden. Wij verkopen Hobby, Vent, Adria, LMC. Vandaag presenteren wij u een geweldig hobby. Welke gaan we doen, Mark? Ja, mijn naam is Mark Meerbeek, ook van Meerbeek Caravans & Campers. En vandaag gaan wij van Hobby 2019. Eigenlijk hebben we de Benjamin uit het gezelschap. De Hobby On Tour 390 SF. Een caravan met een totale lengte van 5,77 meter. De Hobby zijn ze zelfs zo nauwkeurig 5,777 mm, hebben ze precies nagemeten. Dat is ook de nauwkeurigheid en de kwaliteit van de Hobby. Vandaag gaan wij u wat laten zien van die Benjamin van de Hobby-familie. Model belangrijk, 220 breed. 220 breed, 220. Licht in gewicht, maar alles zit erin. Kun je eens wat van de buitenkant vertellen, Gerrit-Jan? Je ziet hier. Kijk eens wat een mooie buitenafmeting is. Dit is echt compact. Wauw. We zien hier dus een combinatie van heel veel details. Dit is de dieselhoes. Als u bij Meerbeek een caravan koopt, krijgt u er altijd gratis een dieselhoes bij. Dat snap ik. Dat komt wel daarna. Ja. Stabilisator, onderdeel van het Hobby al inclusief pakket. De dieselafdekking. Hier ziet u de kogeldrukmeter. Hier zit de dieselbak, heel royale dieselbak. En ook een voorraam in dit model. Dat is mooi. Dat is niet altijd bij alle concurrenten aanwezig. Dit model heeft het wel. Hier ziet u die compactheid. We lopen er even omheen. Servicelamp, mooie wieldop. De bandenspanning hoeft u niet te onthouden, die staat hier. 3,2 is de goede bandenspanning. Heel praktisch. Hier zien we de nieuwe unieke deur van Hobby. Die Hobby deur heeft altijd standaard een complete horddeur. Dat is standaard. Daarnaast een deur van zeer grote kwaliteit. Mooi afgewerkt met mooie kaders, een raamstandaard en heel veel opbergruimte, ook in de deur. Dat zie je onder andere hier, dat zie je ook hier. En er zit een afvalbak in, met daar nog weer in verwerkt. Een stoffen en blik zit hier ook nog in. Als we de deur dan sluiten, zien we hier het luik van het toilet. En hier zien we de achterzijde van de caravan. Ook weer een prachtige detaillering met mooie zuil, stevig handvat, mooie lamp. Derde remlicht natuurlijk ook standaard. Zou je nog wat willen zeggen van de buitenkant? Ja, zeker. Wat ik eigenlijk aan de buitenkant eigenlijk wil laten zien, dat is eigenlijk waar Gerrit-Jan nu voor staat. Kijk, uiteraard als je bij ons op bezoek komt, de koffie staat altijd klaar. Dit is ook van een goede Achterhoekse leverancier, Westhof, in Drenthe stad. Dus de koffie staat altijd klaar. Nu gaan we... Ik heb zin in de cappuccino. Doe dat maar even, dan ga ik je wat van de binnenkant vertellen. Waar dan binnen? Cappuccino. Dit is dus die nieuwe deur waar mijn broer Gerrit-Jan net al vertelde. Die is dus breder. Is ook voorzien van een plissé handdeur. Dus de mug hou je ook buiten als je zomer vakantie gaat. En dan komen we hier bij de binnenkant aan. Hier zien we dus, we hadden net gezegd, die caravan is dus ruim onder de 6 meter. 5,77. Maar dat bed is gewoon groot. Het is gewoon 1,40 bij 2 meter. Het is niet compact. Hier zien we het keukenblok in staan. Het is gewoon een mooi compact keukenblok, maar wel alles zit erin. Je hebt hier een mooie 3-pits gas. De Hobby is die ontsteking elektronisch. Je hebt uiteraard warm en koud water erin. Heb je de koffie gereden, Jan? Ik heb zin om eens even lekker te gaan zitten en een kopje koffie drinken. Dat ga ik hier doen. Maar eens kijken wat er in die compacte caravan zoveel zitmogelijkheid. En dat is net of je in Italië bent, want dit is dus cappuccino. Ik zou zeggen, ik geniet ervan en Mark, ga verder met de presentatie. Nou, we kijken even naar de afwerking van die bovenkastjes. Dan zien we hier dus een mooie... lichte kleur, een roomwitte kleur gecombineerd met grijs. Wat de Hobby mooi is om te zien, ook in deze Benjamin van de hele serie, soft gloss kastkleppen. Dit is belangrijk, dit ijzeren stripje wat hier zit. Ja, ik zie het. De schroeven zitten in het aluminium, hè? En daarom zijn die kasten allemaal zo kaarsweer afgewerkt. Soft gloss. We hadden weer over die compacte maat, maar de hangkast is gewoon toch groot. Hij is gewoon royaal. Hier zien we ook alle voorbereidingen in voor televisie, stopcontacten, antennekabel, alles is standaard aanwezig. Die zit is royaal, wat we net al hebben gezien. En de kussens zitten goed, hè? Ook dat, hè? Wij laten hem ook uitbouwen met altijd de vierde zit. Dat betekent, eigenlijk is het het vierde bed, maar dan kun je dus die bed zit, kun je groter maken. Er zit ook een vulkussen bij. Dan kun je hem uitschuiven. En dan heb je dus meer ruimte, dat je ook echt met vier personen kunt kamperen en leven in deze caravan. Wat hier nog in de hoek zit, zit natuurlijk de toiletruimte. Die is ook gewoon royaal. Opklapbare wasbak. Achter de spiegel zit gewoon bergruimte. Kun je met een zilveren knopje drukken, dan gaat hij open. Stopcontact zit erin. Verlichting is led. Dus tot in de top afgewerkt. En wat van verlichting het mooi is om te zien, daar zit hier om de hoek. Kijk, hier zit het digitale paneel. En daarmee kun je alles makkelijk sturen. Alle lampen kunnen hiermee aan en uit gedaan worden. Je kunt de boiler hiermee aanzetten. Je hebt een waterniveaumeter erin zitten. En een centrale knop. Alles uit, alles aan. Maar dan moet ik, dit vind ik zo mooi. Kijk eens, dat dakluik. Er zit dus een verduistering in. Ook een horf. Ja. En dat kan heel mooi opengebruikt worden voor meer licht of meer verplaatsing van lucht als het heel warm is in de ruimte. En dan weer die kwaliteit van het dakluik. Moet je kijken, prachtig.
Maar ik had begrepen, Mark, ook van dit model is een Meerbeek Limited Edition. Ja, hier hebben we ook een hele mooie complete van gemaakt. Dat betekent dat je met compleet bedoel ook echt compleet. Hobby is van zichzelf al inclusief, dat we niet met pakketten werken. Dit model hebben we bij Meerbeek laten uitvoeren met een Kronix volautomaat mover. We hebben de keus bij onze Limited Edition modellen. Die hadden altijd de keus tussen een tubeluifel op het dak, zoals daar gemonteerd is. Mooi, hè? Daar pakken we de maximale maat, dus de maximale lengte, dat zal rond de 3,5 meter zal dat zijn. 2,50 meter uitval, standaard gemonteerd, waardoor het tentendeel gewoon vrij blijft. Dus de voortent die kan dan. Wil je wat langer kamperen, kies je voor de voortent. Nou, de bedverbreding zit erin. Er worden nog fietsendragen bijgeleverd. Onder de caravan zit het reservewiel met de reservewielbeugel. Televisiesteun zit erin, met die bekabeling zit er al in. Helemaal compleet komt zo'n model op €25.049. Wij van Meerbeek kunnen dit model afleveren met een korting van €4.000. U betaalt dan nog net geen €21.000. En die prijs is dan, Gerrit-Jan, komt daar nog wat bij? Nee, komt niets bij, die is al in. Al in. En waar wij ook wel uniek in zijn, omdat we dus een grote voorraad hebben hier in Doetinchem. We hebben hier in de trein wel meer dan 200 caravans staan. Nieuwe, van de verschillende merken, zoals inderdaad Hobby, Vent, Adria, LMC. Alle toppers zijn gewoon aanwezig. Maar hoe lang duurt het voordat we die caravan kunnen afleveren, als u het wilt? Als je op de site www.meerbeek.nl staat, kan dat dus binnen 24 uur. Dat is uniek. Ik wil eigenlijk nog één ding even, die Meerbeek Limited Edition, dat is zo leuk. Ik vind dat zo leuk om te laten zien. Zo'n luifel, waar dus hier een voorbeeld van is, je ziet hier dus een stang, dat kan ingeschoven worden, je zet het vast op je eigen armlengte. Zo'n luifel monteren wij dus op iedere Meerbeek Limited Edition als u dat wilt. Het gaat zo, heel mooi, het is een witte cassette, grijs doek, het is de Thule Omnistor type 6200. Oh ja. Er zitten ook poten in. Ik zie het al. Kan jij ze voordoen, Mark? Ja, ik zie het al. Ik heb er niet eentje. Die poten die zitten dus in de cassette. Dus je hebt ook nooit geen stokkenzak meer in de caravan als u dit heeft. Toch blijft de tent wel vrij. Dus wil u ooit toch een co-tent kopen, is dat gewoon heel eenvoudig ook mogelijk. Kan ook nog. Mooi. Dit is dus een onderdeel van die Meerbeek Limited Edition. Het ging nu om dit model. Die Hobby On Tour 390 SF. De Benjamin uit onze serie. De eerste uit de lijst. En daar is dus een Meerbeek Limited Edition model van. Hier staat een voorbeeld. Kom naar Doetinchem. En wij gaan u deze geweldige caravan voor de beste prijs van Nederland verkopen. U bent van harte welkom. Wil u nog wat detailinformatie? Kijk even op onze website meerbeek.nl. Tot ziens!